Nee, hey, dat was een hard Ja, Hij was ook bij de, bij de podcast, toch? De, ja, de live podcast, de helman, ja. ja. Sider van Ost, die zegt, uh, we weten ondertussen waar de BBW voor staat als het gaat om stikstof, Maar waar staan ze eigenlijk verder nog meer voor? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. De, dat las ik dus vanochtend in de Volkskrant in dat stukje. Ze hebben even gekeken, waar hebben zij nou mee meegestemd? Uh, en oh. dat, dat was op zich wel uh, aardig. Nou, het is voor de Oekraïne dus, dat is dan ja. weer leuk. Even kijken, ik heb het even opgeschreven. We uh, hebben even naar het partijprogramma gekeken en ze zeiden, ja, er staan toch ook wel wat tegenstrijdigheden in. Want aan de ene kant zeggen ze het huidige mooie cultuurlandschap op het platteland moeten we behouden. En we moeten ook heel goed voor de natuur zorgen. Dat staat erin. Het zijn letterlijke ja, dat citaten. Klopt. En tegelijkertijd pleiten ze voor het opheffen van natuurgebieden. De Oostvaardersplassen ja. moeten plaatsmaken voor 300.000 woningen. Ja, al die kleine natuurgebieden vinden zij, moeten opgedoekt worden. Ja. En verder hebben ze even gekeken. Hoor je het ook weer Natura 2000, toch? Ja. ja. Ze hebben ook even gezocht van hoe denkt BBB nou over de gezondheidszorg, het begrotingsbeleid of defensie. Nou, daar is vrij weinig over te vinden. Omdat ze daar natuurlijk ook, daar voel je wel aan je water, toch? We hebben geen pasklaar of nuttige oplossingen voor hebben, die heeft niemand. Nee. Asiel en migratie komt er wel weer heel veel in voor in het partijprogramma. Ze zeggen economische gelukszoekers, zoals ze die noemen, die zijn niet welkom in Nederland. En echte vluchtelingen, die moeten zoveel mogelijk worden opgevangen in de regio. En de partij is ook voor een tijdelijke asielstop. dat de regio niet Oeganda blijkt te zijn. <laughs> ja. ja. En de partij is voor een tijdelijke asielstop en tegen de spreidingswet die gemeenten kan dingen om die asielopvangplaatsen ja, te creëren. Ja, ik ben natuurlijk vanzelfsprekend een flinke voorstander van de... Ik vind dat heel kortzichtig allemaal. Dan weet je dus dat er... De... Dat er allerlei ongelukkige tentenkampen ontstaan op locaties die die deugen. Eh, het wordt gewoon tijd dat we de realiteit aanvaarden dat we een immigratieland zijn. Dat is gewoon zo. Afgezien van het feit dat het natuurlijk voor de arbeidsmarkt op de lange termijn wel nuttig is dat er mensen binnenkomen. Aangezien anders de Nederlandse bevolking fors en snel zou krimpen. Hmm. Ik weet niet of je dat over Duitsland hebt gelezen. Nee, wat was dat? er in feite een miljoen arbeidskrachten verloren gaan, jaarlijks. Pensionering. En, en ja, ten, ten Duitsland is natuurlijk in allerlei opzichten nog een, een maken economie Dus dat kan heel problematische gevolgen hebben. Sterker nog, ik wil nou niet zeuren, hier zittend in een Duitse auto. Eh, maar eh, wat weer natuurlijk heel typisch is van dit hele toneelstuk met de BBB-beweging, is dat Europa er natuurlijk niet in voorkomt. En, en dat het wel handig zou zijn als we ons wat meer bewust zouden zijn van het feit. dat veel van onze politieke problemen. natuurlijk ook te maken hebben met Europa. En dat deels de oplossingen en de problemen. Door, ook door Europa moeten worden aangeraakt. Ja, maar goed, dan heb je wel wat te kiezen. Dan heb je Volt, waar je kunt kiezen in D66. Zeker. Ja. Maar je vindt dat Ik ze daar wel zich over moeten, dat moeten dat uitspreken. Dat Volt wel een redelijke toekomst heeft. Ja. Ook een andere vraag, die wordt ook wel. Um... Beantwoord als je naar het kieskompas uit 2021 kijkt, van waar, kijkt, waar staat de BBB nou? En dat kieskompas deelt dus op, van links naar rechts hè, op die schaal. Ze worden als uh, iets progressiever dan de SGP ingedeeld, maar conservatiever dan CDA en VVD. En op de links-rechts schaal staat BBB precies tussen CDA en VVD in. Ja, dat denk ik dat dat wel klopt. Kijk maar, waar hebben ze de meeste stemmen vandaan gehaald? VVD, CDA, PVV. Ja. Maar ze vindt het niet leuk, Caroline, dat het een recht, rechtse partij genoemd wordt. En dan zegt ze altijd: kijk maar naar mijn stemgedrag in de Tweede Kamer. Ze zegt op sociale zekerheid stem ik heel vaak mee met links. Nou, mooi. Kijk, iedereen weet die niet helemaal krankzinnig is. dat de Nederlandse bevolking een vrij ruime meerderheid een voorstander is van de verzorgingstaat. En, en dat betreft natuurlijk ook allerlei sociale kwesties. Dat is even de gekste dingen natuurlijk van de afgelopen 25 jaar. En dan zijn we weer terug bij onze vaste themata. Niet waar? Dat de, dat de politieke elite heeft besloten dat er best wat minder gedaan kan worden aan die verzorgingstaat. Hmm. Nogmaals, met verschrikkelijke gevolgen. Ja. Neem, neem de, 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 de redeloze afbraak van verzorgingstehuizen. Ja. ja. Maar de BBB heeft net als de P vandaag, GroenLinks en de SP, voor de verhoging van het minimumloon gestemd. Goed, zelf met een 1 euro, zoals dus je weet. Hè. Is dat zo? ja minimumloon was 10 euro en nu is het 11 euro de, ja dat scheelt een stuk hoor ze hebben niet uh, gestemd voor het laten meestergen van de bijstandsuitkeringen ah dat zijn terwijl ik kijk bijstand is in Nederland hartstikke leuk maar je betaalt er ook belasting over hmm. als je in Nederland de, niet de bruto maar de netto uitkeringssysteem bekijkt dan blijken onze uitkeringen ook als je het comparatief ziet in Europa niet bijster hoog te zijn nee kan een stuk hoger. We zijn een hele productieve en rijke economie. Weet je met welke partij ze het vaakst meestemt? Dat is de SGP. Ja, nou fijn. Ook, ook, uh, ook voor over weer zondagssluitingen dat soort van dingen. Ja, dat nee. denk ik niet.